Ik moet nog even een beetje zien hoe het gaat deze video, want mijn stem, jullie horen het, voor degenen die mijn video's een beetje kijken, het is een beetje shit. Ja, ik ben een beetje schor, dat komt omdat ik eigenlijk al een maand lang een beetje last heb van mijn keel. En tot nu toe wou het opnemen van filmpjes altijd wel, maar nu heeft mijn stem ook in de steek gelaten. Dus dat is een beetje shit, maar dat weerhoudt me er niet van dat we nog steeds gewoon leuke video's gaan maken. Want vandaag een nieuwe aflevering van mijn carrière serie Baby Reus Bouws hier in EA FC 24. Ik wou gewoon bijna weer FIFA zeggen, maar dat is het niet. Maar we gaan er gewoon een leuke aflevering ervan maken. Maar ik moet helaas wel zeggen dat dit de laatste aflevering gaat worden. Want we zijn namelijk bijna bij het eind van dit seizoen. Als je zo gaat kijken, we hebben nog een wedstrijd tegen PSV, daarna tegen Volendam en dan is het einde van het seizoen. Dus dan gaan we denk ik deze carrière afsluiten. Als jullie zeggen, Joran, je moet door of je moet wat anders, laat het even weten in de comments en misschien dat we dan toch nog iets anders kunnen gaan doen. Daar ben ik benieuwd naar hoe jullie daarover denken. Maar voor nu denk ik dat dit in ieder geval de laatste aflevering gaat worden. Ik heb nog wel wat leuke comments gevonden die we erbij gaan pakken. En desalniettemin, ondanks dat dit de laatste aflevering gaat worden, gaan we wel knallen en hoop ik natuurlijk dat we kunnen winnen van PSV en Volendam. Want we zouden heel misschien met PEC Zwolle nog in de top 4 kunnen komen. En dan hebben we gewoon recht op Europees voetbal met PEC Zwolle. Dat zou toch wel ziek nice zijn. Het enige nadeel is wel dat AZ dan een keertje moet verliezen, of gelijk spelen of twee keer verliezen, dat mag ook. Maar dat zie ik niet zo gebeuren. Maar het zou in principe kunnen. Het zou toch geweldig zijn als dat gaat gebeuren. Maar voordat we verder gaan, doe natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we op deze laatste aflevering nog even 1000 likes kunnen halen. Het zou even heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. Maar ik zal eerst even de comments erbij gaan pakken. Hier was een comment van Sammetje Music, die zei dit. Upgrade koppen bij schieten. Lijkt zo dat Joran het ziet, Bouws Army. En dat is inderdaad wel een goed idee, want op dit moment zijn we echt mega lang. Ik heb echt gewoon een lengte. Hoe lang zijn we nu? Ik zal eens kijken. Volgens mij 1,95 of zo. Ja, inderdaad. We zijn 1,95 meter. Ik ga kijken of ik in deze aflevering de 2 meter kan halen. Dat zou helemaal nice zijn. Maar ja, dan is het inderdaad handig als we koppen wat hoger hebben. Ik heb even wat bij anderen weggehaald. En dan kan ik hier koppen nog upgraden. En hebben we nog ergens koppen? Deze, nauwkeurig koppen. Ja, dan is koppen nu nog beter geworden dan wat het al was. Zijn we dan nog een rating omhoog? Nee, qua rating hetzelfde gebleven. Maar dan hebben we koppen in ieder geval wat beter. En ik had hier nog een comment. Leuke celebration, LT R3 of LB. Rechte joystick omhoog en dan naar links. Dat is wel een vrij ingewikkelde. Dat is dus één van deze linker knopjes en dan rechte joystick omhoog en dan naar links. Nou, ik ga het proberen en dan gaan we eens kijken wat de celebration dan is, wat we gaan krijgen. Maar laten we maar gaan spelen. De eerste wedstrijd tegen PSV en deze moet gewonnen worden. Want als we deze niet winnen, dan gaat het sowieso niks worden. Ja, want dan kunnen we sowieso niet meer vierde worden. Dus willen we nog een kans maken op de top 4, dan moeten de volgende 2 wedstrijden gewonnen worden. Nou, ik was altijd gewend om met Baby Reus Bouws kaart te gaan rennen en dan op die manier zeg maar kansen te krijgen. Dat kan op dit moment echt niet meer. Ik moet gewoon puur de bal vragen en dan hopen dat ik snel kan schieten. Want de spelen de uitlopen, dat kan ik echt vergeten. Want de snelheid is gigantisch afgenomen sinds Baby Reus Bouws een reus is geworden. Want ondertussen is het echt geen baby meer. Oké, hier steken. Dank u wel. En dan rennen we er toch nog een beetje langs. Hier, even afkappen. Ja, we zijn echt lang niet zo behendig als wat we eerst waren. Geen hands? Was dit buitenspel of is dit wel hands? Ik heb geen... Nee, het was buitenspel. Want ik heb namelijk hands aan staan. Dus als het een hands is in het strafschopgebied, heb je gewoon gegarandeerd penalty. Soms heel chill als je hem meekrijgt. Soms heel irritant als je hem tegenkrijgt. Oh, dank u wel. Afkappen, dat is goed gedaan. En het schot... Ah, dat was minder. Die had eigenlijk op goal gemoeten. Minimaal. Maar het was in ieder geval wel een grote kans. De grootste kansen zijn voor PEC Zwolle geweest tot nu toe. En we zijn bijna eind de eerste helft. Dus dat belooft in ieder geval veel goeds. Ja, hier Stegen. Oh, was dat buitenspel? Ik heb geen idee. Het is in ieder geval wel een goal. En hij telt. Want anders krijg ik toch geen plusscore. Nee, inderdaad. Oké, dan moet ik nu de celebration doen omhoog naar rechts. Heb ik het nu gedaan? Ik heb geen idee. Nee, dit was omdat ik naar de cornervlag rende. Oké, volgens mij heb ik nu niet de celebration gedaan. Maar wat wel ziek nice is dat we gewoon 1-0 voorstaan tegen PSV. Dus dat is al een hele prestatie. Ja, en dan ben ik benieuwd of we dit vast kunnen blijven houden. Dit was echt randje buitenspel. Dat scheelde helemaal niks. Ik was echt bang dat dat net buitenspel was. Maar wel heerlijk dat die goed ging. Oké, dan is het nu zaak om dit natuurlijk vast te houden. En qua doelstellingen gaan we dan nu ook wel lekker. Oh, we moeten nog een assist geven. Als we dat hebben, heb ik alle doelstellingen gehaald. En de scheidsfluit trouwens ook meteen af voor rust. Dus net voor rust de 1-0 binnen schieten. Er zijn niet veel betere momenten dan dat.
Dus ik ben er blij mee. Nou, eens kijken of we in de tweede helft dit vast kunnen blijven houden. Oh, en daar gaat PSV. Wow, wat een redding. Oh, Donders, ik had eigenlijk al verwacht en ik ging er eigenlijk al vanuit dat hij erin zou gaan. Maar ja, dan is dit wel heel erg nice. Oh, Luc de Jong zat op de bank. Hoe dan? Die kerel die speelt altijd in het echt. Nou ja, blijkbaar dus niet in deze carrière. Maar daar kwam ik goed weg. En Luc de Jong meteen met de kopbal, hè. En oh, bijna met een halve omhaal. Het is echt niet normaal. Het is alsof dit gewoon puur realistisch is. Want als Luc de Jong erin komt, die scoort gewoon altijd met zijn kop. En ook gewoon bijna meteen. Maar we zijn nu meerdere malen heel goed weggekomen. Dus ik ben benieuwd hoe lang we dit gaan volhouden. Want als PSV zulke kansen blijft krijgen, dan gaat hij er uiteindelijk vanzelf een keer in. En deze gaat er ook niet in. Het is echt bizar wat een mazzel. Oh, dit is weer een grote kans. En weer een redding van de keeper. Dit zijn al 5-6 kansen op rij voor PSV. Die allemaal echt een goal hadden moeten zijn die er allemaal niet in gingen. Hetzelfde als deze. Weer Luc de Jong. Waarom verdedigt niemand Luc de Jong? Ik sta gewoon bij mijn man achterin. Maar degene die Luc de Jong verdedigt, die doet gewoon helemaal niks. En hier gaat hij ook weer veel te makkelijk langs. Wat gebeurt er allemaal? En deze gaat er ook niet in. En ook geen hands, dus dat scheelt. En dit is... Ah, dit is... Ja, het kon niet goed blijven gaan. Dit is zo slecht verdedigd door PEC Zwolle. En dat betekent dat het nu 1-1 staat. Ja, check dan hoe makkelijk die daar kon draaien. Maar het zat er al wel een beetje aan te komen dat hij de gelijkmaker zou maken. Oké, nou, dan is het nu aan PEC Zwolle de taak om dit weer goed te draaien. Dank u voor de bal. En dan gaan we hier afkappen, pasen. Oh jongen, had die bal even aangenomen en dan gewoon goed kunnen schieten. Want dit was veel te gehaast. Oké, maar dat was wel meteen weer een grote kans. Dus dat is wel mooi. Oké, dit is weer een grote kans. Nou, valt mee. Hij verprutst het een beetje. Hier, paas maar. Dank u wel. Dan gaan we even draaien. En dit is goed gedaan. Dan het schot. En dan is een goal. En dan hebben we de assist. Oké, dan hebben we de doelstelling ook gewoon gehaald. Maar wat nog veel mooier is, is dat we 2-1 voorstaan tegen PSV. Ziek nice. Oké, dan ben ik heel benieuwd of we het nu wel kunnen vasthouden. Want net gaven we het wel een beetje uit handen. Nou, en dan hoop ik dat het nu wel een beetje goed gaat komen. Maar goed gedaan hoor van... wie was dit? Ik heb geen idee wie dit was. Maar goed gedaan. Goed gedraaid, goed geschoten. Ik vind het helemaal mooi. Nou, we hebben nog een kans. Is dit geen buitenspel? Ik gaf de paas trouwens niet. Dus voor mij is het geen assist. En hij mist hem. Dat is jammer. Maar het maakt niet uit. Want de scheidsrechter gaat namelijk nu afluiten. En dat betekent dat we 2-1 hebben gewonnen van PSV. Hele spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we wel gewonnen. En dat is het belangrijkste. En dan is nu de vraag. Heeft AZ verloren of gelijk gespeeld? Als dat het geval is, dan maken we nog kans op die vierde plek. Als dat niet het geval is, ja, dan hebben we dus geen kans meer op de vierde plek. Dat zou wel jammer zijn. We mogen natuurlijk ook weer wat centimeters groeien. Want ik heb namelijk gewonnen. Dat zijn 2 centimeters of kilo erbij. Rating omhoog, 0 goals tegen, dat hebben we allemaal niet. Maar wel erg nice. We hebben in ieder geval gewonnen, dus dat gaan we dan meteen even in en natuurlijk. Dan gaan we zo meteen kijken naar wat AZ heeft gedaan. En ik weet trouwens goed gemaakt. Ik doe 3 kilo eraf. Plus de 2 centimeter of kilo die ik erbij krijg, mag ik 5 erbij doen. Dus dat doe ik gewoon 2 meter. Dan zijn we nu 2 meter en 100 kilo. Donders, dan zijn we de maximaal aantal lengte wat je kan hebben in EAFC 24. We zijn het allergrootste. Dat is wel echt heel erg lijp. Dan gaan we nu naar stand. En dit is balen. AZ heeft niet verloren of gelijk gespeeld. Dat betekent dat wij niet meer omhoog kunnen gaan. Maar ook niet naar beneden. Ik weet trouwens niet hoe dit zit in carrière. Normaal gesproken heb je de nummer 5, 6, 7 en 8. Die onderling dan nog strijden voor een Champions League ticket. Misschien dat je dat ook in carrière hebt. Dan moeten we dan zo meteen even achter zien te komen. Ja, na de volgende wedstrijd dan weten we dat. En misschien dat we dan trouwens ook aanbiedingen gaan krijgen van clubs. Dat zou misschien ook kunnen. Complimenteer je teamgenoten. Ja, want die speelden ook goed. Maar laten we nu de volgende wedstrijd maar gaan spelen. En daarna gaan we kijken of we dan nog zeg maar na competitie hebben voor de Europa League of Conference League. Ik heb geen idee welk van de twee het dan is. En of we dan misschien nog een transfer gaan maken naar een andere club. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Maar ja, eerst maar eens winnen van Volendam. Dank u wel. Het schot. En dat is... Wat? Een wereldgoal. Lol. Oké, dan kan ik misschien nu de celebration... hij heeft nu al celebration gedaan zonder dat ik dat wou. Maar ziek binnen geschoten. Ik dacht, ik schiet gewoon een van afstand. Kan niet zoveel kwaad, want ik had als opdracht ook 3 keer op goal schieten. Dus ik dacht meer van, ik schiet alvast 1 keertje. Zodat ik in ieder geval 1 schot op goal heb. Maar ik had dit nooit verwacht. Ook 0,04 kans dat hij zou zitten. Een wereldgoal. Een van de mooiste goals die ik tot nu toe heb gemaakt met reusbouws. Want het is ondertussen echt een reus geworden. Maar wel ziek nice. Nou, dan staan we binnen no time al 1-0 voor. Weet je wat? We gaan het nog extremer proberen.
En het is geen schot op goal. Oké, ik moet wel even iets realistisch blijven. Van zulke afstanden schieten, ja, dat gaat wel lastig worden. Maar die vorige vlogen zo lekker in, dus ik dacht ik ga het gewoon nog een keertje proberen. En ik heb trouwens het idee, ja, mijn stem is nog steeds niet helemaal top, maar het gaat al iets beter ondertussen. Net was ook de eerste video van vandaag die ik op ging nemen. Ik ben nog niet zo heel lang uit bed. Dan is de stem altijd op zijn slechtst. Helemaal als je natuurlijk schor bent. Oeh, goede paas, goed gedraaid. En dat betekent dat we nu 2-0 voor staan. Heb ik niks op in te brengen, weet je, waren mijn teammates. Ik heb geen assist of iets dergelijks, deden ze helemaal zelf. Maar wel goed gedaan, dat betekent dat we deze wedstrijd waarschijnlijk wel gaan winnen. Oh, daar gaan we weer voor de volgende schot op goal. En gaat het ook een goal worden? Oh, heerlijk binnengeschoten. Rustig binnenkant voet. Oh, nu moet ik trouwens wel de celebration doen. En ik heb geen idee wat ik moet doen om die celebration te kunnen doen. Is dit hem? Is dit die je bedoelt? Ik heb geen idee. Maakt in ieder geval niet uit. We hebben weer gescoord en dat betekent dat we nu 3-0 voor staan. Trouwens, nog één keer een hat-trick te pakken. Maar ik vond deze heerlijk binnengeschoten. Gewoon zo rustig. De keeper was kansloos. Gewoon rustig in het hoekje. Je hoeft niet meer te doen. Als je zo rustig kan blijven in de echte wedstrijd zo top zijn, heb ik alleen nooit. Als ik zo'n kans heb in een echte wedstrijd met voetbal, ik raak meteen gestrest. Ja, vaak scoor ik gewoon moeilijke goals wel en makkelijke goals niet. Op de een of andere manier ga ik dan te veel nadenken en dan wil het gewoon niet. En met moeilijke goals, ja, dan hoef je niet na te denken. Dan schiet je gewoon en dan vliegt hij er in één keer in. Ja, dat is wel raar eigenlijk. Maar nog één keer op goal schieten en dan hebben we die opdracht voltooid. Dan moet hij wel zitten, want ik wil wel even die hat-trick pakken ook. Oh, nee, Volendam moet niet scoren. Ah, dat doen ze wel, shit. Want de 0 goals tegen is namelijk een extra upgrade punt erbij. Nou, en nu hebben we geen 0 goals tegen. Dus dat betekent dat dat helaas niet gaat lukken. Maar een hat-trick is wel weer een upgrade punt erbij. En dat zou misschien nog kunnen lukken. Moet ik de bal niet zo verspillen, want dan wordt het wel wat lastiger. Oké, hier paas maar, want dan doen we namelijk een ultra power shot. Oh, donders. Dat was een ziek schot. Was hij op goal? Of was hij net naast? Hij was op goal. Dus dat betekent dat we die opdracht hebben voltooid. Maar dat was echt een wereldgoal geweest als die erin had gezeten. Die vorige was al ziek, maar die was dan nog zieker geweest. Maar helaas zat hij niet. We hebben nog maar een paar minuten om misschien nog die hat-trick te maken. Dus eigenlijk zou dat in deze aanval dan wel moeten gebeuren. Goeie paas van mijn teammate. Nou, dan maar met links. Oh, binnenkant paal. Volgens mij zat de keeper er ook nog aan. En mijn teammate die verpest het een beetje. Dat was de kans. Geen hat-trick. Dat gaat niet meer lukken. Maar wel een zieke wedstrijd. We hebben in ieder geval weer gewonnen. Dus in dat opzicht gewoon een hele goede aflevering. Ik ben helemaal blij mee. En de scheids gaat denk ik nu affluiten. Oh ja, dat doet hij wel. Ik dacht misschien nog één aanval. Nee, helaas. Maar als we de tabel erbij pakken, dan zien jullie ook. We hebben alleen gewonnen. Daar krijgen we punten voor. We waren zo dicht bij de hat-trick en zo dicht bij de 0 goals tegen. Maar ja, die twee hebben we allebei helaas niet gehaald. Ik zie trouwens dat AZ heeft gelijk gespeeld. Maar ja, daar hebben we nu niks meer aan. Dat hadden ze eerder moeten doen. Maar wel leuk. Oh, huh? We rijden door de straten van Zwolle. Lachen. Wat is dit dan voor animatie? We hebben de beker gewonnen. Oh, bekerwinnaars. Haha. We worden gehuldigd. Oh, dat is wel nice. Ik wist niet eens dat ze dit deden. Nou, we zijn in ieder geval geen kampioen geworden. Maar we hebben inderdaad de beker gewonnen. Voor degenen die deze serie een beetje volgen, die weten dat. Dat is al een paar afleveringen terug. Maar wel ziek nice dat ze dit op deze manier animeren. Dat wist ik niet eens. Nou, weet ik dat ook weer. Maar ja, hoe dan ook. We hebben gewonnen. Dus dat betekent dat we in ieder geval weer 2 kilo erbij mogen doen. Ik wou zeggen centimeters, maar dat is niet het geval. Dan zijn we nu 102 kilo. Misschien als jullie zeggen, Joran, je moet deze serie weer afmaken. Dat je maximaal een kilo zo hebt. Ja, dat kan eventueel wel, dus laat me weten in de comments. Jij bent speler van het seizoen en speler van de maand. Oh, donders. Dat zijn 2 individuele prijzen. Dus dat betekent dat wij nu plus 8 er nog bij krijgen. Oh, lol, dat is wel nice. Geef een persconferentie. Dat is helemaal prima. Ik zal deze ook. Het gaat om het team. Helemaal prima. Maar dat betekent dat we nog plus 8 erbij krijgen, omdat we nu 2 individuele prijzen hebben gewonnen. Nou, dan zal ik mijn prof er eventjes gaan bewerken. En dan zijn we 110 kilo. Woejo, dan hebben we nog maar 5 kilo nodig en dan hebben we het gewoon gehaald. Dan zijn we toch nog bijna bij het einde. Nou, we kunnen eens kijken wat er gaat gebeuren als we verder gaan. Moeten we nog wedstrijden spelen voor Conference League of zo? Of dat we nog een aanbieding krijgen van iets? Nee, volgens mij is dat niet echt het geval. We hebben nog wel activiteiten, zomerstop. Nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wat kunnen we verder hier nog doen? Niet zoveel volgens mij. Ja, ik wil eigenlijk kijken of we op de een of andere manier toch nog wat prijzen kunnen winnen op de een of andere manier. Dat zou wel nice zijn. We kunnen eens kijken bij nieuws. Inter is de Europa League winnaar.
Team of the Week is bekend. Ja, dat is niet echt een prijs. We staan er trouwens wel in. Goede vorm wordt beloond met prijs. Ja, deze hebben we natuurlijk al bijgerekend. We hebben trouwens ondertussen genoeg geld om hier nog een aankoop te doen. Bouw een zwembad in je huis. Dus nou, dan hebben we dat ook. Dan heb ik alles gekocht wat ik kon kopen. Dus dat is wel leuk. Oh, en dit was het seizoen dus. Uiteindelijk zijn we vijfde geworden. We hebben de beker gewonnen. We zijn Europa International Cup. Maar dat was een beetje de, zeg maar, oefenpotjes. Dat was niet eens officieel wat. Dus dat hoeven we niet mee te rekenen. Maar wel nice. Leuk seizoen. En dan laat ik het hier ook bij. Wel heel nice. Laat me weten in de comments of ik verder moet gaan of niet. Daar laat ik een beetje jullie over nadenken. Of dat ik iets anders moet doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor nu bedank ik jullie. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouwens.nl voor de bouwzaarbekleding. Hoi.